die connectie als burger moeten we terug dichter bij die productie staan, want landbouw heeft een hele grote impact op ons planeet. En we moeten daar wel bewust van zijn welke impact dat heeft. Dus wij proberen echt wel in te zetten ook op die verbinding tussen mensen, om buren samen te gaan brengen en eigenlijk met voeding te gaan verbinden. Planten, dit is geen marketingconcept. Dit is een markt die groeit en werkt en verankerd zit in de buurt. Ja, dan brengt u dicht bij de producten, bij de producent, bij de andere consumenten. Op een duur is dat zo één netwerk van mensen die elkaar helpt. En als we dat samen kunnen doen, dan kunnen we echt ook wel dat op zo'n klein mogelijke voetafdruk produceren. Ik ben Maarten, een van de boeren van de Goedingen. Samen met Wim en Wouter telen wij hier groenten, een beetje fruit en kruiden. Hey, wij zijn een CSA-boerderij, Community Shared Agriculture, wil dat zeggen. Engelse term, maar eigenlijk wil dat niet meer zeggen dan landbouw gedragen door een gemeenschap. Wij zijn een van de zoveel korte keten boerderijen rondom Gent. En we doen dat via twee systemen, zelfoogst en pakketten. Dus een grootste deel komt zelf op het veld hier. Alles plukken. Daarnaast wordt er een pakket gebracht naar drie afvalpunten. Dus daardoor hebben wij eigenlijk echt een loonzekerheid ook. Dus we delen het risico samen. Doordat wij een oogstaandeel verkopen, kunnen we ook veel doorgedrevener ecologisch gaan telen, gevarieerder gaan telen. En dan hebben we eigenlijk vanuit een creatief idee gezegd, misschien moeten we het gewoon via het water met een boot op zonne-energie brengen, omdat we eigenlijk onze akkers liggen langs de leien. En sinds 2020 vervoeren wij dan nu ons groentepakketten en onze producten voor winkels en horeca allemaal met zonne-energie, met fiets en boot. Maar als ik bijvoorbeeld naar de Goedingen ga, die boeren ja, die doen dat zelf. Die hebben nog een tractor voor heel weinig. Pesticiden en kunstmest gebruiken die niet. En die doen hun vervoer ook via de boot. Dus die verbruiken maar een heel kleine fractie van de fossiele brandstoffen in vergelijking met andere landbouw. Dus we hebben geen keuze. Dat grootschalig landbouwmodel dat verslindt zoveel fossiele brandstoffen. Dat is onhoudbaar. Dus we hebben geen keuze. De Loesbergmarkt is eigenlijk een verzameling van vier producenten. Enerzijds het Hinkelspel die kaas maken. Dan heb je de Vroente. Dat is een coöperatieve van drie boerderijen die hier samen een winkel begonnen zijn. Dan hebben we ook nog Bakkerij Copain. Een bakker die hier ook brood bakt. En dan hebben we ook nog de Bergen, wat een horecazaak is, restaurant, traiteur. Mijn naam is Sophie. Ik werk hier samen met een team en mijn collega Stefanie in de Bergen. Dat is een restaurant hier in de Loesbergmarkt. En wij zijn open voor de ontbijt en lunch, maar wij werken hier vooral met de producten van de Loesbergmarkt zelf. We proberen zoveel mogelijk groenten aan te kopen bij de Vroente. We kopen onze kaas bij het Hinkelspel en we kopen brood bij Copain. En overal waar dat kan, werken we zo lokaal mogelijk. Voedselteams is eigenlijk een korte ketenorganisatie die boeren en burgers met elkaar verbindt. En waar dat burgers rechtstreeks van de boer lokale voeding kunnen gaan aankopen. Die voeding is veelal duurzaam, dus is op een agro-ecologische manier geteeld en gekweekt. Ja, dat is één van de vele depots van voedselteams in Gent. En dus alle mensen die hier besteld hebben, die hebben in de loop van vorige week online van alles besteld op het webplatform. Dat zijn allemaal producten van lokale producenten en dat gaat over een enorme variatie aan voedsel. Dus wij zijn 25 jaar geleden ontstaan in Leuven en dat waren burgers die zoiets hadden van ja, ik wil weer baas zijn over het eten in mijn eigen bord. Omdat er heel veel ook voedselschandalen en dergelijke zijn. En dat stimuleert natuurlijk om bij burgers om weer het heft in eigen handen te gaan nemen en om dus echt contact te gaan zoeken met de boer en te vragen van kijk, kunnen wij rechtstreeks van u kopen? En nu zitten wij met een 120, 125 tal teams verspreid over heel Vlaanderen. Wel, Gent is op zich eigenlijk al een groene stad en ook sociaal geëngageerd. Dus ik denk dat dat wel een goede voedingsbodem is om dan ervoor te zorgen dat die voedselteams wel degelijk gaan floreren. Ik moet wel zeggen, in Gent zijn die geëngageerde vrijwilligers wel goed vertegenwoordigd. Gent heeft wel een voortrekkersrol. Ik ben daar vrij zeker van. Ook op vlak van coöperatief samenwerken is Gent een belangrijke plaats. Gezond en vers
voedsel, dat is een basisrecht. Iedereen moet daar toegang toe hebben. Allee, ja, daar moeten we ook aan werken, dat dat toegankelijk is voor iedereen.